En welkom mensen van Dutch Gaming en welkom weer bij een gloednieuwe video op Assetto Corsa Competizione. Vandaag gaan we dat doen, morgen hebben we een Gran Turismo video voor jullie klaarstaan. Maar vandaag gaan we Assetto Corsa Competizione behandelen op een leuk circuit. Een circuit wat ik ken, het circuit van Spa, gelegen in België. Waar de Formule 1 natuurlijk ook rijdt, of Formule 1, 2, Formule 1 baas. Jezus, op Formule 1 games ben ik hier wel redelijk oké in. Dus we gaan zien hoe het in dat soort Assetto Corsa is. We rijden met de AI, dus let's go. We zien dat onze banden nog redelijk koud zijn. Oké, en we gaan een rollende start doen. Uiteindelijk moeten we wachten totdat de groene lichten aan zijn. En dan gaan we beginnen. We starten 20ste. Dus we hebben een race van een kwartier aangezet. Dus wachten. Wachten en de timing vinden. Ik kan niet dwars door degene heen, dus ja, dan moet ik even wachten. Car on the left. Clear on the left. Ja, hier car pakken we left. Iemand. We zitten er nu naast. Kan ik er daar naartoe? Ja, nee, clear nog niet. Nu wel. Nee, ik ram iemand vol in de achterkant. Nou ja, jammer dan. Weer één plekje minder. Oké, en dan moeten we kijken hoe we deze auto gaan inhalen. Ik denk dat het hier via de buitenkant moet lukken. Als we er überhaupt naast kunnen. Ja, dat zitten we nu. Ah, dat wou niet. Jammer. Zo, hebben wij drie auto's gepakt. We starten 20ste, staan nu 17e. Nu even afwachten. Ja, het is geduld hebben nu. Niet te gretig zijn. Want op het rechte stuk gaan we ze pakken. Half, want als je zo wijd gaat, dan verneuk je je exit. Proberen de slipstream te pakken. Probeer ruimte te vinden, dat is nog niet zo makkelijk. Kom op. Kom op. Dat was even geen grip. Dat was even iets te hard door Orouge heen. Maar we hebben de auto weten te houden. Track limit. No time reach. No time gain. Nou, lijkt me logisch. Hoe hard we eraf vlogen daar. Rusten. Remmen. En dan hier proberen weer de aansluiting te vinden. Rustig gaan sturen. Iets te gedoseerd op de gas gaan. Gat is 1,4 seconden. Nu 0,7, dus we hebben wel iets meer snelheid dan de auto voor ons.
Maar ja, dan moeten we maar gaan laten zien. Daar remmen we een half naast. Dan zijn we er in ieder geval aan voorbij. En nu op naar iemand anders die we kunnen gaan inhalen. Naar Atouf. ...1.0 seconden. Ik denk dat wij iets meer op de cel hier durven, want volgens mij remt de AI hier. Ja, hier logisch, maar op dat rechte stukje net, want ik ging daar bijna flat overheen, iets ingehouden. Nee, hier maakt de AI weer winst. Even afwachten nu hoe we dit gaan doen. Oké, het logisch dat we hier winst maken op Aurouge. Flinke winst ook. Dan kunnen we misschien deze auto zelfs nog voorbij. Zo, dit is een hele actie. Oh, moeten we daar wel op de baan blijven? Oké, nu weer in je salsa komen. Het is nu gewoon een kwestie van rustig blijven. We zaten 16 in het groen, dat is nu 15e geworden. Inderdaad, we hadden ook geen tijd gewonnen, dat konden we ook wel zien aan onze Delta. Ik had toch iets moeten inhouden. Clear on the right. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Zo, dit is terugkruisen. Bocht onderschat, bocht onderschat. We zitten vol in de slipstream in Aurouge. Ik moet hier wat gaan liften. Daar is dan onze poging. Zo, dit is wel tijdwinst. Nee, dat was de muur, dat was de muur. Nou, dat speel ik dus oprecht nooit, Fortnite.
dat wil het niet. Dat wordt hem niet. Ik moet even rustig blijven. Ik wil nu veel te snel. Dit ook weer. Ik haal volledig de racelijn niet. En dan komt de auto achter ons dichterbij. Dat moet niet. Gewoon blijven doen wat je doet. Rijden. Dan komen we er hier aan voorbij door de slipstream, Hadza. Mooie verbetering. Hier snijden we mooi de lijn aan. Natuurlijk ga je op de exit verliezen omdat je de vorige keer net wat te wijd ging. Proberen wij hier al een inhoudactie te doen voor plek 10. We komen dichterbij. We komen steeds dichterbij. En dan gaan we hier aanremmen. Dan ben je eraan voorbij. Hij zat er nog wel naast, maar nu niet meer. Op de limiet. En daar zoveel mogelijk zitten. De twee naast, zitten naast elkaar, die twee. Oh, iets te wijd. Iets te veel van goeie. Weer te wijd uit, ja, dan gooi je je hele exit weg. Zo komen we steeds verder. Auto houden, goed zo.
Nou, dan komen we er alsnog aan voorbij. Zo zitten we op P9 in deze race en dan moet je niet het gras gaan raken, dan kom je alleen maar verder in de pineut. De fastest lap of the race. Ik ben de snelste op de baan. Oké, en dan wil ik deze ook heel graag voorbij. Ik denk dat dit de laatste rap is, want de tijd staat op 0. Ik wil hem hier aanremmen. Ik merk wel dat de bandenslijtage hoog is of laag of hoe je het ook wil noemen. Deze sector was de vorige keer perfect, dacht ik. Nou, misschien kunnen we nog voor plek 6 gaan. Dat wordt nog moeilijk, want de auto rijdt ver voor ons. Maar volgens mij is dit de laatste lap. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, de race is klaar. Good job. You did the best you could. Take it easy in the lap. Oké, nou dames en heren, dat was dan ook de video. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Laat vooral achter in de reactie als je meer Assetto Corsa wil zien. Ik ga nog een keer proberen online op te nemen. Dus laat vooral een like achter en laat vooral ook achter in de reactie wat je liever ziet, F1 of dit. Want ik ga het sowieso de meeste F1 uploaden, maar... Ja, als je dit leuk vindt, dan kan ik dat ook altijd doen. Nou, dan zie ik jullie morgen bij de Gran Turismo video. Toedeledokie!